Het huishoudelijk afval moet gescheiden worden. Veel afvalstoffen zijn herbruikbaar. Dit levert niet alleen een enorme milieuwinst op, maar scheelt ook in afvalstoffenheffing. Het afval dat gescheiden moet worden zijn groenten, fruit en tuinafval, glas, papier en restafval. GFT dient gescheiden geleverd te worden als u in bezit bent van een duobak. Dit wordt verwerkt tot compost voor tuin en landbouw en groene stroom. Papier moet aan de straat gezet worden of in de papiercontainer bij u in de buurt. Dit wordt verwerkt tot nieuw papier, wat een hoop bomen bespaart. Glas moet in de glasbak worden gestopt. Hier wordt weer nieuw glas van gemaakt, wat bijvoorbeeld gebruikt wordt voor verpakkingsmateriaal. Bij het ophalen van de duobakken worden deze gescheiden in de vuilniswagen geleegd. Er zitten twee ruimtes in de wagen, waarbij bovenin het restafval wordt opgevangen. En onderin het groente-, fruit- en tuinafval, het GFT. Het afval wordt gescheiden door middel van een tussenschot. Vervolgens gaat de duobakwagen naar een overslagstation. Hier wordt de vracht eerst gewogen, waarna het afval gescheiden wordt gelost. Vanuit hier wordt het vervoerd naar de uiteindelijke bestemmingen. Bij Orga World wordt het GFT vergist. Dit duurt ongeveer 25 dagen. Hierbij ontstaat een biogas waarin circa 60% methaan zit. Het gas wordt verbrand in een installatie, een motor die een dynamo aandrijft. Hierdoor ontstaat warmte en elektriciteit, groene stroom. Dit wordt aangeleverd bij een energiebedrijf. Het resterende materiaal wordt in tunnels gecomposteerd. Dit duurt 7 tot 10 dagen. Hierna wordt het materiaal gezeefd, waarbij compost ontstaat. Dit compost wordt afgezet in de landbouw, als meststof en grondverbeteraar. Het karton en papier gaat naar een recyclebedrijf, dat het oud papier en karton gereed maakt voor uiteindelijke recycling. De secundaire grondstof wordt hier aangeleverd en vervolgens zorgvuldig gesorteerd en in balen geperst. Deze balen gaan dan vervolgens naar een ander bedrijf die dit recycelt tot nieuw karton of papier. Het restafval wordt verzameld bij het verbrandingsbedrijf. Hier wordt eerst al het afval in een grote loods gestort en daaruit zorgvuldig in hoogovens geplaatst. De hoogovens branden 24 uur per dag. Om te zorgen dat het verbrandingsproces constant doorgaat, is er een systeem waarbij een machine steeds dezelfde proportie afval in de hoogovens toelaat. De warmte van de rookgassen wordt in een ketel aan het voedingswater overgedragen, waardoor deze verdampt tot verzadigde stoom. De stoom wordt vervolgens geëxpandeerd. Daarbij wordt de thermische energie van de stoom omgezet in mechanische energie, wat vervolgens in de generator omgezet wordt in elektrische energie. Dit is genoeg om ruim 60.000 huishoudens te voorzien van groene stroom. De as die overblijft, wordt gebruikt voor de wegenbouw.